Hey yo, goedemorgen. Mensen van Alles Normaal. Mijn naam is Barend en jullie kennen mij nog wel, hoop ik, denk ik. Vandaag heb ik weer eens een vlog voor jullie. Ja, weer eens een toffe GoPro-vloggie. Want, nou ja, dat is wel het makkelijkste om mee te vloggen. Kijk, ik heb natuurlijk ook nog gewoon deze unit. Maar, ja, om daarmee te vloggen is een beetje lastig. Dus we gaan gewoon met de GoPro vloggen. Want vandaag ga ik iemand leren fingerboarden. En niet zomaar iemand. Nee, niet zomaar iemand. Gewoon een bekende streamer, een artiest. Of ook wel gewoon Nigel, die kennen jullie denk ik wel, van Robbie Robot. Vandaag ga ik hem leren fingerboarden, ik ga wat dingetjes meenemen. Ik heb hem laatst al een boardje gegeven en hij is dus al wel een beetje kunnen oefenen. En vandaag gaan we hem dus echt leren. Ik neem denk ik mijn box mee, misschien een bankje neem ik mee of een rail neem ik mee. Maar wij gaan in ieder geval een aantal boardjes meenemen. We gaan een beetje oefenen, we gaan een beetje klooien. We gaan helemaal naar zijn osso toe in de andere kant van Nederland. Ik heb er wel heel veel zin in. Maar voordat ik daarheen ga, ga ik me eerst even zelf een beetje opfrissen. Ik heb weer tijd om te scheren. Het ziet er niet uit weer. En het is er weer goed tijd voor. En even mijn haartjes in de gel doen. En dan gaan we ervoor. Maar voordat ik dan ga, dit was gisteravond. Het is 2:00 s'nachts. Kort voor 2:00. Ik kijk naar Nigel's eigen stream. En morgen ben ik er. Help me. Kijk, daar is hij. En let op, de volgende shot ben ik in één keer bij hem. Zo. Hey. Ben jij hier? Je had me uitgenodigd, right? Nee. Ik ben aan het streamen. Maar je had me... Zin op de vingeren? Vinger... Fingerboarden? Lijkt me goed plan! Yo, maar kijk dit dan! Hier, we zitten gewoon, moet je kijken. We zijn daar nu gewoon en nu zijn we hier, maar dan zijn we eigenlijk zijn we daar en nu zijn we, weet je wel? We zijn Inception hier. Ja, hier is Nigel. Zo! Is Nigel, Sean! Neem het maar over, kan ik mijn vakantie? Ja, is goed. Ik ga nu streamen en ik zit vast aan het ding, dus dit is niet heel handig. Oké, wacht. Dit is waarschijnlijk echt een heel tof shot. Ja, dit ziet er heel tof uit. Ja, oké. Pim! Wat is ook Robbie? Deze, hè? Hallo, mijn naam is Robbie freaking Robot aan neven. Yo, luister dan. En ik moet zeggen, what the fuck doen we hier allemaal? Hey, your boy Nigel Sean, back in the building, hier op een nieuwe stream. Wij gaan vandaag weer nieuwe muziek maken, G. Wat deed je mij nou na? Dat was jij. En ik was Robbie Robot tegelijkertijd, dat was wel cool. Zullen we maar gaan fingerboarden? Hij is uit. Nee hoor. Waarom zie ik niks? Zo, dan zie je weer uit. Oké, ik zie het. Wat ben je aan het doen, Nigel? Oh, zo, hi. What the fuck? Nigel ging me dus meenemen op een trip door Nijmegen om mij te laten zien hoe tof die stad is. Alleen we hadden wat technische problemen en dit was wat er gebeurde. We zijn dus nu live, maar het gaat dus een beetje mis. Wat gebeurt er? Yo, daar zijn we dan midden in Nimma, Nijmegen. Ja. Nigel is me nu aan het toeren. Kijk, we zijn nog steeds live. Yep. En hij is me door Nijmegen aan het meenemen. Het is super grappig, super tof. We gaan zo ook nog even wat klooien. We zijn nu gewoon nog live. Even hi YouTube. Hi YouTube. Daar staat er volgens mij al. Oh, fuck. Oh, oké, kijk dat maar. We stoppen. Oh. Hi YouTube. Hi. Ja, let's go. Super tof, super tof. We zijn nu lekker aan het rondlopen. Nigel gaat me nog wat andere plekjes laten zien. En dan gaan we zo meteen weer terug en dan ga ik hem leren hoe je de kickflip moet doen. De kickflip. Nigel, vind je het een beetje gezellig met mij trouwens? Nee. En tijdens die stream zelf heb ik niet heel veel gefilmd, maar dit zijn de hoogtepunten die er gebeurden. Singing? No, we are swinging! Als we nou hetzelfde kleding aan hadden, waren we... Swinning! Yeah! Yeah! Super awkward cool. Normal! Oh. Ja, inderdaad. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna turn around and desert you. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I.
En dan ken ik de tekst niet meer. Maar dat maakt niet uit, want we kunnen wel nog zingen met het liedje zonder tekst dan. Want we gaan toch wel weer lekker hard. Never gonna give you up. Ja, goed hè. Ja, gewoon improviseren. Daar zeg je u tegen. Dit zie je alleen maar in de stream van Nigel en Barend. Zullen we weer door? En de stream was super leuk. Het was super gezellig. En toen gingen we terug naar Nigel's studio om hem dan echt te leren fingerboarden. En we zijn weer aangekomen bij Nigel in zijn cribba. Nigel, het is tijd. Ik ga jou leren hoe je de kickflip moet doen. Kickflip! Ja, het is belangrijk dat je de eerste stap goed onder de knie hebt. Kan je de ollie? Ja. Jij kan de ollie. Oké, nice. Dan is het nu de bedoeling dat je handen iets anders positioneert. Ik heb de kickflip tutorial al gedaan. Heb je hem nog niet gezien? Klik dan even hier of daar ergens. Klik even ergens. Daar kan je alles uitleggen. Maar ik ga het nu Nigel een klein beetje uitleggen. Wat belangrijk is, voor de ollie, hè, leggen we onze vingers op deze manier neer, right? Ja, trouwens, jij doet het elke keer zo. Maar dat is niet helemaal de bedoeling. Kan je dit doen? Zo met je hand, zo. Wat de bedoeling is van de kickflip trouwens, je middelvinger doe je iets krommen en je wijsvinger doe je rechterop. Wat de bedoeling is voor de kickflip, wat je nu doet is zeg maar, je maakt de ollie, right? Ja. Wat je wilt doen voor de kickflip is sowieso, zie ik, doe maar neerleggen. Mm-hmm. Wat je doet met je vinger is nu, je zet hem er rechterop, maar probeer voor de kickflip hem iets wat schuiner te doen. Je hebt geen gaatje gemaakt voor je trucks, niet heel erg, maar dat heb ik wel omdat ik dan makkelijker kan zien hoe ik mijn vingers positioneer. Snap je? Ah. Ik probeer hem ongeveer 2/3 op mijn bordje te hebben, mijn wijsvinger. En dan mijn platte kant van mijn wijsvinger, zo. Right? Okay. Dan maak je die ollie, maar in plaats van dat je alles zo meeneemt, zo, doe ik met mijn wijsvinger deze beweging maken. Waardoor je een kickflip krijgt. En dat doe ik nu in één keer goed. En dan heb je zo de kickflip. Snap je? En dan, hoe moet je met je vingers doen? De middelvinger doe je gekromd op in het midden. Ja. Zodat je die pop goed kan maken, waardoor die niet de andere kant op gaat. Ja. En dan doe je je wijsvinger 2/3 plat op het bordje. Dus echt, je hebt hem nu nog een beetje zo, maar echt plat. Wat je dan... Dat was gewoon al een kickflip eigenlijk. Wat met de kickflip gewoon de bedoeling is dat je wel goed deze beweging maakt, met je pols ook. Je pols, zeg maar, zwaaien van links naar rechts. Ja. Okay. Doe je handen! Nee. Oh. Probeer maar eens nu te doen wat ik net heb gezegd. Even kijken, we gaan first try. Hello darkness, my old friend. Oké, ik weet in ieder geval wel. Oké, je doet de ollie, dat doe je goed. Maar probeer dan je wijsvinger met die wijsvinger te spelen. Probeer. Oeh, dat ging bijna. Ultra wide. Oh! Wow. Hey, de halve draai maakt hij al. Wat de fuck was dat? Wat je nu doet, is je doet alleen maar dit. Ja. Je laat hem alleen gaan, maar maak ook nog die beweging naar voren. Oké. Okay. Hé, dat was hem al bijna. Gaan. Oh, dat was een. Hé, dat was een frontside kickflip. Oh. Omdat je maakt er ook nog een halve draai bij. Ja. Dat is niet erg. Want waarschijnlijk, dit is sowieso voor de mensen thuis, dit is een weet je het nou? Dit nou alweer. Oh, nice. Een frontside kickflip maak je waarschijnlijk omdat je nog niet goed het gevoel hebt van het bordje met de draai. Het is niet erg dat je een draai erbij maakt, want dat is een makkelijkere versie van de kickflip. Dus waarschijnlijk doe je dat in het begin heel vaak, maar probeer je hand... Kijk, wat ik doe, probeer gewoon een rijdende beweging te maken. Als je die rijdende beweging maakt, dan hou je het op één lijn. En als je dan bijvoorbeeld een 50-50 kickflip wil doen op een rail, is het ook makkelijker om te landen, omdat je wat meer controle hebt over het bordje. Nou Nigel, ga jij even oefenen? Dan komen wij zo meteen terug, want we gaan een kickflip op de camera doen. Ik heb Nigel dus zo gek gemaakt door een keertje een fingerbordje te kopen. Maar Nigel, kan je mij misschien vertellen waarom vind je het leuk? Nee, ik vind het vooral lekker afleidend of zo. Zeg maar, als ik aan het streamen ben of zo. Staat wel in de beschrijving. Als ik aan het streamen ben of zo, ik ben even aan het editen en ik heb even
creative mind even loco of zo. Dan ben ik gewoon even gewoon dit aan het doen, even aan het oefenen en even een kickflip te poppen. Weet je wel, dat moet gewoon lukken. Het is gewoon echt al een hele weg, maar kijk, je kan wel zien dat hij is al lekker op. Dat was hem gewoon, gast! Let's go! Ja, man. Oh, lekker, man. Hey, Let's go, first try. De kickflip is gewoon wel echt zo'n trucje waarbij je gewoon een tijd moet oefenen. Helemaal om hem gewoon on the go te hebben. Nog steeds, als iemand mij vraagt, yo, doe nu een kickflip dan. Dan zit ik echt zo van, ga ik hem landen? Kut. Dus het is gewoon een trucje die je elke dag 10 keer moet doen. 10 keer moet landen. En op een gegeven moment wordt het steeds beter en beter. En dan ga je gewoon 5 à 10 kickflips achter elkaar kunnen doen. Mijn record van constante kickflips achter elkaar? 27. Oh shit. Ja. Dus mijn record? 1. Ja, yeah, let's go! Goed gedaan! Nigel, je hebt vandaag de kickflip geleerd. Yes. Ik vond het super leuk. We hebben ook nog gestreamd op Nigel's Twitch kanaal. Check zijn Twitch, link staat in de beschrijving. We zijn nu nog even snel aan het kijken hoe de kwaliteit was van de stream. Dit waren wij net. Dit is gewoon op 27. Dat is echt kleine, ziek hoor. Een kleine. 4000 kbs. Nigel, ik vond het zeer gezellig vandaag. Ik ga lekker naar huis toe. Ja. Ik hoop dat je de kickflip kan nu. Ik ga hem sowieso nog wel veel meer oefenen. En misschien dan ook nog een keer een heel flip en zo. Ja, de volgende zou ik een trade flip doen, man. Die is makkelijk. Dat het enige wat je dan hoeft te doen is meer dit. Dus ja. Of nu juist expres niet. Wat was je aan het doen? Oké. Hey guys, dank jullie wel voor het kijken. Ik zeg net zoals altijd, like, abonneer, reageer. En tot de volgende keer. Woehoe! Later! Alles klinkt goed. Maar ik was even aan het testen hier.